Wil je een nieuwe campagne opzetten, maar weet je niet welke biedstrategie je moet gebruiken? Dan kan dit filmpje jou misschien wel helpen. Bedenk altijd voor je een campagne opzet, wat is het doel van mijn campagne? Wil je meer bekendheid genereren of wil je de campagne richten op conversies? Ik leg je nu in het kort uit wanneer je welke biedstrategie het beste kunt gebruiken. Wil je zoveel mogelijk conversies genereren binnen een vast budget? Dan is het maximaliseren van conversies een goede optie. Wanneer je zoveel mogelijk conversiewaarde wilt halen binnen een vast budget, zou je kunnen kiezen voor het maximaliseren van conversiewaarde. Deze biedstrategie kan je goed inzetten voor e-commerce. Wil je zoveel mogelijk conversies genereren tegen een vast ingesteld budget per actie? Kies dan voor de biedstrategie doel CPA. Of heb je een productaanbod met uiteenlopende prijzen en marges? Kies dan voor Target ROAS. Wanneer het gaat om merkbekendheid, kan je kiezen voor het maximaliseren van klikken. Tevens kan je ook kiezen voor de portfolio biedstrategie doelvertoningspercentage. Tot slot nog een tip. Een automatische biedstrategie heeft altijd een leerperiode nodig. Wacht een week af voordat je te snel conclusies trekt. Wil je meer informatie over automatische biedstrategieën? Lees dan onze blog.